Awee, awee, jullie lekker mensen. Ik hoop jullie allemaal is duidelijk. Ik hoop jullie is gevaarlijk en ik hoop jullie is lekker. Kijk, ik wil gewoon jullie moet iemand ontmoeten, man. Ons is een groep onderwijzers wat nou een cursus gaan doen bij die Cape Teaching and Leadership Institution. En het was een klomp lekker mensen bij elkaar. Een klomp lekker mensen. Maar die één persoon wat ik voor jullie wil wijs, zij is schrijver, een letterkundige en een docent bij de Cape Peninsula University of Technology, CPUT, in Wellington. En is net een lekker mens, man. Is een lekker, lekker mens. Nou, toen ons over de 2 weken klas gekregen, het ons klomp verschillende goed ervaar bij haar. Eén bij elkaar, maar obviously. En vandaag, op die laatste dag voor ons nog klaargemaakt het, toen vraag ons van haar of ons samen daar een video kan maken. Net om voor die mensen te wijzen hoe lekker en hoe zinvol en hoe humorvol haar lessons of haar, hoe kan ik zeggen, haar lessons is, man. Maar, yes, like, ik ga niet nog bij je praten. Check net die video uit en ontmoet voor mevrouw Susan Wist. Kyk 'n bietjie na woordeskatonderrig. Daar is ook strategieë as 'n mens woordeskatonderrig en daar is jou toevallige woordeskat en jou doelbewuste woordeskat. Dan moet ons bietjie gaan stilstaan by morfemiese ontleding, kontekstuele ontleding en dan is daar ook nog kognate bewustheid. Nou as jy nou metakognitief dink, gaan jy mos nou dink oor wat jy dink. Nou hierdie woordeskat kom vooral in tekste en jou nie-fiksie tekste voor. Mens kry mos fiksie en nie-fiksie. Wat is nie-fiksie nou weer, Charlton? Kan jy gou vir my verduidelik? Ja, vrou. Nie-fiksie is wanneer ek hardloop en ek raak gou uit asem, dan beteken dit ek is nie-fiksie. Kom ons kyk hoe lyk 'n teks wat nie-fiksie is nie. Dit beteken hulle gee vir jou feite, dis nie 'n storie wat uitgedink is nie. Ons het hierdie teks oor die slak op 'n slakkepas. Nou sê hulle hier, slakke kan op land en in water voorkom. Alle slakke het 'n harde huisie wat hulle liggame bedek. Juffrou, ek wonder hoe paar hulle as hulle dop op het. Juffrou, ek weet. Hulle paar wanneer hulle dop in het. Nee, juffrou, as hulle paar, moet hulle uit hulle dop uitkry. Ja, dit maak meer sin, want dit is 'n idiomatiese uitdrukking. Julle is ingestel op julle woordspelings vandag, né?